sta op de stand van Ficon. Ficon is aanwezig op de Agritechnica. Vandaag zullen we even kort laten zien in de video wat nieuw is van de machines van Ficon. Achter ons staat dus bijvoorbeeld de eerste nieuwe machine. Dit is de XF Compact, de maaier voor stalboeren. Deze maaier kenmerkt zich door de vijzel die achter de maaibak zit. Deze kan het gewas gemakkelijk bij elkaar verzamelen tot een smal zwad om een opgewagen op te rapen om voor de koeien te voeren. Optioneel kun je ook volledig het gras mee afleggen door de zwaddeuren weg te nemen en kun je gewoon vol veld maaien. Zoals we zeiden kunnen we gemakkelijk de zwadbreedte van het zwad verstellen. Door het middel van deze haken los te nemen kunnen we een breed zwad of een smal zwad van 1 meter maken door een smal stand te zetten. Willen we gewoon volledig vulveld gras maaien, kunnen we de zwaddeur uitnemen, kunnen we die op de machine plaatsen en krijgen we gewoon volledig afleg van het gras. De XF Compact herkent zich door de eenvoudige bok waar je gemakkelijk een akkerbok om in kan rijden, waar je machine kunt ophaken, gemakkelijk af te komen in het veld, je hoeft geen steunbord uit te klappen, achterkast afnemen, bok laten zakken en je kunt hem laten staan en je kunt naar huis. Ook dit jaar nieuw op de Agritechnica voor Ficon, de frontbandhark. Je kunt zien de Ficon RS380, de bandhark met een kort gewasrol wat nieuw is in het programma. Hier staan we bij de RS37. Deze machine is ook verkrijgbaar in Ficon. Ficon houdt de gele kleur omdat het kenmerk een ROC bewaarbaar blijft. Deze machine is zowel geschikt voor middenafleg als voor zijafleg. Hier zien we hem staan in de middenafleg variant. We kunnen nu de banden beide naar binnen laten draaien of één band naar midden en eentje naar buiten voor het vormen van kleine zwaarden. Willen we veel gewas bij elkaar verzamelen, kunnen we de banden tegen elkaar aanzetten en kunnen we beide kanten zowel naar links of naar rechts laten afdraaien om het vormen van een groot gewas. Nieuw aan deze modellen is de kort gewasrol, wat we ook lieten zien bij de RS380. RS staat voor short crop. Het is de aanpassing voor het Noordwest-Europa, waar wij het kortere gewas hebben. Om het gemakkelijk te kunnen verwerken, hebben wij de kort gewasrol nodig in deze waardevolle toevoeging. En hebben we al gezien afgelopen jaar toen we de eerste demo's hebben gedaan met deze machine. De kort gewasrol, hier gemonteerd op de machine, voorzien van een grote roller, die zorgt voor een goede instroom van het gewas. De kort gewasrol kun je gemakkelijk verstellen, waardoor hij dicht kort op de tanden kan zitten voor een gelijkmatige invoer. Daarnaast is de kort gewasrol hydraulisch te openen tijdens het werk voor bijvoorbeeld vlinderbloemige gewassen, zodat die geen beschadiging oplopen, kan de rol omhoog en is deze gewoon omhoog geklapt tijdens het werk. Hier zien we de onderstel van de machine. De machine loopt op. Per element loopt op 4 grote rubberen wielen, voorzien van een veer die zorgt voor dat de ergste trillingen oneffenheden opvangt tijdens het in het veld. Daarnaast is de machine ook hydraulisch geveerd, wat er zorgt dat er bepaalde druk op de grond blijft en de druk niet te hoog wordt. De glijsklof die we hier zitten is een uitbreekbeveiliging. Stel we raken wat, door de greppel bijvoorbeeld, dan zorgt dit ervoor dat de pick-up heel blijft en er geen schade op loopt. Daarnaast kenmerkend is, wij hebben geen volledige rol in de machine zitten. Binnen zit geen rol, alleen aan de zijkant zit een vertanding en een versteviging die zorgt ervoor dat er geen slip ontstaat, maar de band altijd blijft draaien voor maximale capaciteit. Nu staan we bij de Ficon Fixwheel 500, de vaste kamerpers met wikkelaar in een frame, pers-wikkelcombinatie. Het is niet een non-stop pers, we hebben nog steeds de Ficon Fastwheel non-stop. Dat is de machine waarmee we continu door kunnen rijden. Deze machine moeten we stoppen als de gouden baal gevormd is. De machine beschikt zo over net als foliebinding. Allebei is optioneel leverbaar. Een kenmerk van de Ficon Fixwheel is de aandrijving. De aandrijving komt vanaf de afkast midden voor in de hoofdaandrijving. Daar wordt die verdeeld over de linker en de rechterzijde. Aan deze zijde zien we de aandrijving van de hele perskamer, van de rollen. Aan de andere zijde zit de aandrijving van de pick-up. Zo is de balans mooi verdeeld en hebben we een goede stevige aandrijving voor deze machine. Dat waren de belangrijkste punten die nieuw zijn uit de Agritechnica. Daarnaast hebben we natuurlijk nog veel meer nieuwe dingen. Heeft u vragen, kijk op de Ficon website of vraagt uw plaatselijke dealer. En graag spreken we elkaar een keer in het veld.